Jamstalk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop, Jamstalk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok, Jamstalk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk. Pams, jullie zien het. Ik sta hier met een legend. Gouden medaillewinnaar uit 1993. In de Royal Gym Amsterdam, Jamal Karous. Welkom. Welkom, dankjewel. Goed om jou te zien. Ja. Je trainingskamp, Levi Richters. Jullie komen net uit El Husima. Hoe is dat gegaan? Ja, we waren gewoon 2 weken voor het trainingskamp in El Husima. Was echt super, super goed. De voorbereiding was super goed. Levi heeft keihard getraind. Van alles, krachttraining, hardlopen, kickbokstraining. En met een leuk, gezellig team ook omheen. Dus iedereen heeft zijn taak goed gedaan. Van van mij, van mijn kant, van krachttrainer, van conditietrainer. Iedereen heeft zijn job goed gedaan. Dus de voorbereiding was hartstikke goed. Mooi om te horen. Er was ook een mentale coach aanwezig. Ja. Kan je daar wat over kwijt? Ja. Er was ook met ons een mentale coach. Dit is speciaal voor Levi. Om hem mentaal klaar te maken voor deze wedstrijd. Voor volgende week. Zaterdag. Dus hij heeft ook heel goed geholpen. Met Levi altijd goed rustig en goed gefocust voor de wedstrijden. En voor zijn training ook. Hij staat op de kaart versus Tarek Kuki Osaro. De tegenstander, wat weten we daarvan? Eigenlijk, wat ik weet, is een goede vechter, een zwaar gewicht. Maar ja, dat is kickbox, zeg maar. Degene die goed voorbereid, die wint als last. Dus ik denk dat zou een heel mooie wedstrijd plaatsvinden. Ja, het gebeurt op een hele mooie kaart. Collision 4 is een grote kaart, hè? Yo, what up, champs? Geef deze video een dikke duim en like it en share it right now. Ja. Collision 4 is echt een heel groot kaart. Waar staat alleen maar toppers van en de legende van kickbox. Badr Hari tegen Lister Overheen, Levi tegen Tarek, Gbeb is voor wereldtitel. Tijani bestaat hier voor. Tijani bestaat hier in het groep. Dus Stojan Koper-Rivlenski. Ja. Dus eigenlijk is echt, we gaan echt een heel mooie avond van maken. Het is echt goede toppers, alleen maar toppers in die avond die staan daar om te knokken. Mooi om te horen. Je straalt ook helemaal. Jullie zijn goed voorbereid. Ik ga je toch om een korte voorspelling vragen. Levi Richters wordt genoemd als de Prince of Kickboxing. Hij moet tegen Tarek Kuki Osaro. Wat verwacht jij en op welke wijze zie jij dat gebeuren? Levi nu, hij is op de derde plaats. Dus hij staat zeg maar op de hoge lijn. Ik zie hem als prins, die ik denk over 1 jaar of 2 jaar, die wordt de king van kickbox. Dat is een compleet vechter en een goede visitekaart voor de jeugd die zijn aan deze sport te kijken als een goede hobby. Dus ik zie Levi als een goede visitekaart voor de aankomende generatie, zeg maar. In België was het gevecht versus Jamal Ben Sadiq helaas geannuleerd vanwege rellen. Dat is jammer. Zou jij die match versus Jamal Ben Sadiq alsnog willen? Of zeg jij nee, we gaan naar diegene toe wie de belt heeft? Ja, persoonlijk zou ik echt heel graag die wedstrijd willen nog een keer terugzien. Tussen Jamal en Levi. Het zou heel mooi zijn, maar zeg maar, we focussen voor de beeld en voor de king. Dus dat is ons doel samen. En dat is waar we werken heel hard al 12 jaar samen. Dus voor ons, de beeld is ons grote doel. Maar wie komt tussendoor, tussen die tijd, maakt niet uit. Wij staan klaar voor iedereen. En Levi staat voor iedereen, maakt niet uit. Jamal, Badr, Plazibad, maakt niet uit. Mooi gezegd. Wie dan ook, waar dan ook, hoe dan ook. Ja, we staan klaar voor iedereen. Bedankt voor het interview. Graag gedaan. Oes. Jamstalk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Jamstalk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok. Jamstalk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk.